In Bij Ons aan Boord kijken we 6 maanden mee over de schouders van de mensen die in de luchtvaart werken. Hi. We volgen de medewerkers van luchtvaartmaatschappij Transavia in de lucht. Ik kijk op dit moment naar een dikke mistlaag. Het weer is een beetje onstuimig. Gewoon fantastisch. Liever te veel dan te weinig. Normaal doe jij ook helemaal niet leuk met kinderen. En zien de werkzaamheden op de luchthaven. Eerst volgen uit de rij. Komt je mag maar. Ook in die bus plaatsnemen hoor. Controle. Goed, fijne reis op. Het zijn 6 turbulente maanden, want half maart stond de wereld en dus ook de vliegwereld op zijn kop toen de coronacrisis uitbrak. We hebben het ontzettend moeilijke besluit moeten nemen om de vloot aan de grond te zetten en dat is zeer ingrijpend. Dat hebben we nog nooit meegemaakt in onze 54-jarige historie. Ik heb het in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt. Ik heb echt geen idee hoe lang dit gaat duren of hoe we mee omgaan. Nou, het is heel gek. Inmiddels is de vliegwereld weer voorzichtig opgestart. Maar is vliegen wel anders dan voorheen? Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. We zijn blij, we mogen weer vliegen. Maar wat er ook verandert, alle medewerkers doen er nog steeds alles aan om de passagiers veilig op hun bestemming te brengen. En wanneer u in het gangpad staat, wilt u er dan op letten dat u voldoende afstand houdt tot anderen? Nou, zie ik dus niet of je het echt grappig vindt. Dat vind ik wel een beetje naar. Alsjeblieft, en veel plezier. Dankjewel. Alsjeblieft. Cabin crew, door schrijf je op. Vandaag volgen we piloot William die naar de nieuwe bestemming Edinburgh vliegt. Zo mooi, zo ontzettend hartelijk welkom. Gedragen incheckmedewerkers Lars en Zenia zich als een kibbelend stel? Toen ik nog jeugdig was. Jeugdig? 15 jaar geleden. Nou? Ik ken dat oude lichaam niet meer voor jou handelen hoor. We lopen mee met Clark en Gabin van de havendienst op de luchthaven. Hij is zo geland. We moeten terug taxiën en hier naartoe. Vliegt stewardess Chelsea naar Genève. Eva! En ontboezemingen in Crew Talk. Wat gebeurt dat ik stond te demo, hè? Dit klinkt heel raar. Je liet het even waaien. Ik liet even waaien. Op Rotterdam De Heek Airport starten Lars en Zenia de dag met het inchecken van passagiers voor de vlucht naar Innsbruck. Top. Kom Lars, we moeten werken. Ja. Jij gaat werken. Ik ga ernaast voor de sier. Mijn naam is Zenia, ik ben 25 jaar oud. Ik ben passagemedewerker op Rotterdam De Heek Airport en dat doe ik ongeveer 5 jaar al. Het leuke aan mijn werk is het contact met mensen. Sowieso de gesprekken die je af en toe voert, de verhalen die daaruit voortkomen. Elke dag is anders en de problemen die je af en toe daarbij oplost en de afwisseling van de werkzaamheden. Alsjeblieft. Fijne reis nog. Eerst volgende, komt u maar. Only one bag for check-in? Ja. Yeah. Ik ben Lars, ben 28 jaar, ben hier werkzaam als passagemedewerker. En aankomende augustus werk ik hier 8 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik heb voor het eerst op mijn telefoontje ingecheckt. Ja. Ik kom even vragen of het goed is en of het nu zo door kan lopen. Oké. Want waar gaat u heen? Wij gaan naar Innsbruck. Innsbruck. Oh, leuk. Ja. Gezellig. Even kijken. Dat is 1. En 2. Mag die mee? Ja. Alleen vandaag. Ze kan hem nu deleten. Ja. Nee, na 50 jaar laten we het niet meer los. Nee, dat is zeker waar. Na 45 jaar skiën zijn we gestopt met skiën. We hebben een paar ongelukjes gehad in het verleden en we zeggen voor ons nu niet meer. Hoe lang gaat u? Donderdag terug. Even een paar dagen. En op bezoek? Of? Ja, skiën nu niet meer. Apres-skiën doet u. Ja. Apres-skiën doet u. Kinderen zijn. Maar ze weten niet dat we komen. Dat is wel een leuke verrassing. Dat is wel leuk. Hopen dat het goed bevalt. Ja. Fijne werk dan. Ja, heel veel plezier. Ja. Tot ziens. Ja. Koefstein ken ik alle kamers. Van het ziekenhuis, hè? Heel erg eigenlijk. Maar nu kan ik er wel weer om lachen. Maar wel zodanig dat de kinderen en kleinkinderen allemaal zeiden... uit voorzorg blijven jullie maar thuis achter de geraniums. Dus vandaar dat het nu dubbel interessant is dat we daar gewoon... net voor de après-ski vanmiddag aanschuiven. In Nieuwekerk woont de 23-jarige stewardess Chelsea. Ze is met haar laatste voorbereidingen bezig voordat ze naar de luchthaven vertrekt. En een shaky drink makkelijk weg, vult goed. Snor. De shake zit erin en ook voor onderweg neemt ze wat eten mee. Lauwe bessen en een salade als middageten. Vandaag gaan we naar Genève. Ik denk dat het super druk is, want het is voorjaarsvakantie. Dus ik denk dat we helemaal vol zitten. En met kinderen, hoop ik. Want ik denk dat mensen gaan skiën, dus dat is over het algemeen wel een leuke vlucht. Chelsea stond vanochtend om 7 uur op om zich klaar te maken voor de dag. Ik ben alweer stewardess.
En sinds kort ben ik tweebander geworden. Dat houdt in dat ik een stapje hoger ben gegaan. Het leukste, denk ik, wat ik hier aan vind, is om nieuwe meiden in te werken. En toch een soort van moedertje over hen te zijn. Dat vind ik leuk. Ja, vind ik echt leuk. Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik eigenlijk heel de dag mezelf kan zijn. Heel de dag lekker kan kletsen met iedereen en collega's. Ik vind het gewoon leuk om dan verschillende contacten te hebben en verschillende verhalen van mensen aan te horen. En ik ben ook heel nieuwsgierig. En daarom vind ik het ook altijd leuk om te weten. Chelsea werkt niet alleen in de luchtvaart, ze doet ook modellenwerk. Het is voor mij in het dagelijkse leven, gewoon met mijn twee banen, is het gewoon super belangrijk om er gewoon, ja, om echt met je uiterlijk bezig te zijn. Ja, het is een soort van kunst. Want als je over kunst praat, genoeg kleurtjes om mee te werken. En niet alleen de make-up van Chelsea is een kunstwerk. We mogen tegenwoordig geen staart meer. Mijn haar is ook veel te lang daarvoor. Dan moet het in de staart even lang zijn als een A4'tje, maar dat heb ik niet. Dus dan gaan we voor een knotje. Ik denk niet dat die zit. Ik doe dit soms echt 20 keer overnieuw, hoor, want daar ben ik echt te perfectionistisch. En ik voel al dat die weer slecht draait. Ik krijg gewoon lamme armen ervan. Oh, kijk nou. Dit word je toch moe van. Klaar. Oeh. Er staat aardig windje, ik word een beetje heen en weer geslingerd. Maar dat hoort erbij. Ik denk gewoon een beetje turbulent. Terwijl Chelsea is gearriveerd in Rotterdam en naar het bemanningscentrum gaat, starten aan de andere kant van de luchthaven Clark en Gabin van de havendienst met hun werk. Ze zijn er mede verantwoordelijk voor dat alle vliegtuigen veilig kunnen landen en parkeren. Laten we maar naar planning kijken, of staat er al in? Ja, kijk maar even naar. Ja? Hey Huip, goedemiddag naar Clark. Hey Huip, verwacht jij nog de OOR die zo terugkomt, of niet? Oké. Is dat die van 1900? De hoofdtaak waarmee je bezig bent is het planbord zo optimaal in te delen ten aanzien van het vliegverkeer wat we krijgen per dag. Dat doen we door middel van een planbord. We kunnen dus, zoals van vandaag gezien, is dit de planning ook voor vanavond. Staan er al een schemaatje in. Het kan zo zijn dat doordat een vliegtuig te laat weggaat van zijn parkeerpositie, de volgende ineens 10 minuten eerder aanwezig is. En wat dus een verstoring creëert en er dus een plan B in werking gezet moet worden voor de volgende vlucht. We hebben ook nog camerabeelden. Het kan ook heel erg handig zijn voor een normale operatie, maar om te weten of ze nog aan het uitstappen zijn of de bussen ergens vaststaan. Clark heeft vandaag binnendienst en Gabin doet het werk buiten, waar hij begint met de baancontrole. Havendienst, combi. Combi. Baancontrole is afhankelijk van het vliegverkeer, samen met de collega binnen. Hij geeft aan jou door wat het aanbod is voor de komende paar kisten. En dan kan je voor jezelf gaan plannen of je de baan over kan of niet. Als er bijvoorbeeld, net zoals nu, vertrekt er een vliegtuig, nou, dan gaan we voordat een kist vertrekt, gaan we altijd de baan over. Ja, Toren, de combi 2 op Victor 6 voor een baancontrole 2-4. Combi 2, Victor 6, baan 2-4 afrijden is toegestaan. Victor 6, baan 2-4 afrijden is toegestaan voor de combi 2. Ja, check voor de check. Nou, als we een baancontrole doen, dan letten we altijd natuurlijk op een aantal dingetjes. Of er geen lampen kapot zijn, of verharding goed is van de baan. Of dingen die eventueel schade kunnen veroorzaken aan een vliegtuig. Of er geen vogels in het veld zijn die we dan eventueel zouden moeten verjagen. Toren voor de combi 2. Combi 2, Toren. De combi 2 stapt even uit het voertuig. Ja, combi 2, Toren. Mij is het nog niet eerder overkomen dat ik een groot doek van de baan heb af moeten halen. Maar bijvoorbeeld stukken plastic, als het hier hard waait, dat kan natuurlijk vanaf het grote mainplatform, dus het hoofdplatform wat wij hier op Rotterdam hebben, kan het natuurlijk wel eens zo zijn dat bijvoorbeeld het via de cateringwagen of via de cleaning service, dat dat net even wordt meegenomen door de wind en dat dat richting de baan geblazen wordt. Nou, dit kan natuurlijk schade veroorzaken aan de motoren. Dus dat moeten we eraf halen. Is de baan weer schoon? Toren, de combi 2 is weer terug in het voertuig, dankjewel. Het komt regelmatig voor dat we iets tegenkomen op de baan. Ik had laatst bijvoorbeeld een dode vos aangetroffen.
Nou, dat beestje dat lag helemaal open. Dat trekt natuurlijk ook andere dieren aan. Dat houdt dus in dat de baan ook gesloten is. Dus vertrekkend en aankomend verkeer zal moeten wachten totdat de baan volledig schoon is. En ja, wij proberen dan zo snel als mogelijk de baan weer vrij te stellen. Vrijmaken bij Victor 4. Begrepen. Ja, voor de informatie, de flyer die staat hier twee hier. Ja, bedankt voor de informatie en de combi 2 is vrij van de baan. Nou, wij rijden nu terug richting het hoofdplatform. Maar zoals je ziet, is de toren die heeft nu gezegd van er komt een vliegtuig aan in jouw richting. Dus kijk uit. Nou, dat is puur informatief. En dan kunnen wij aan de kant gaan. Een van de grootste misvattingen in ons beroep is denk ik dat mensen denken van ja, die zitten daar alle twee niks te doen. De automatische piloot doet het werk. We worden dan wel eens vergeleken met een buschauffeur. Wat mij voornamelijk irriteert is dat passagiers denken dat wij alleen maar koffie en thee schenken. Mensen dan zeggen van oh, je bent een koffiejuffrouw op hoog niveau. Dat ik alleen een serveerster ben in de lucht en dat is echt zeker niet waar. Ik denk dat sommige mensen het werk wel onderschatten. Ik weet nog toen ik 2 jaar geleden begon, of 3 jaar... dat mijn vader echt zei, wat ga je doen? Ja. Joey, je stond voor de klas en je gaat nu als steward werken. Ga je koffie serveren in de lucht? De grote misvatting van ons beroep is dat wij arrogante mensen zijn die te veel geld verdienen en eigenlijk alleen maar op een stoel zitten niks te doen. Nou, ze moeten eens weten wat wij allemaal, waar wij er eigenlijk allemaal voor staan. En dat is eigenlijk vooral veiligheid. En niet alleen het serveren van drankjes en eten. Wij worden 4 weken gedrild en getraind om ja, op alles zeg maar, waar we op moeten voorbereiden, zoals crash en waterlanding. Passagiers hebben eigenlijk ook niet door dat er allemaal nog meer speelt en dat wij een uur van tevoren er moeten zijn en veiligheidsdingen moeten checken. Ja. Je moet met mensen kunnen omgaan. Je moet met je collega's kunnen omgaan. Ja, eigenlijk zijn we gewoon politie, brandweer, ambulance, oppas, ook voor de kinderen en werken we in een restaurant. Het gaat er niet om wat wij doen, maar het gaat om wat wij kunnen. En dat is uiteindelijk wel waar het om draait als gezagvoerder of als co-piloot zijnde. Als er iets gebeurt, moet je direct handelen en zorgen dat de vlucht tot een goed einde komt. Stewardess Chelsea is in het bemanningscentrum. Voordat de cabincrew naar het vliegtuig gaat, worden ze gebriefd over de vlucht door de purser Tamara. Nou, we gaan naar Shanghai vandaag op de HV6015 en 6016. Chelsea combineert met haar werk in de luchtvaart haar 2 grote passies. Vliegen en kinderen. Stewardess, voor sommige mensen is dat een echte meisjesdroom. En voor mij was dat toch eigenlijk met kinderen werken. Vandaar dat ik eerst heb besloten om met kinderen te werken. Ja, toen ik daar te weinig uitdaging in zag verder, toen dacht ik, nou, dan ga ik mijn andere droom achterna. Ja, vliegen vind ik gewoon echt heel leuk. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat gewoon doen. Chelsea staat nummer 2 en Sigrid staat nummer 3. Als jij mij voor wilt helpen met checken alles, van de flight safety materialen, zou je achter willen checken alsjeblieft. En als wij nog wat nodig hebben van achter, dan geef ik. Ja. Ja? Nou ja, dan, als we ingestapt zijn en gaan vertrekken, dan gaan we erin met de service zo snel mogelijk. Ja, oké. Okay. Chelsea is er helemaal klaar voor. Al gaat een klein dingetje niet volgens plan. Dan doe je heel de ochtend, zit je te stressen om je haar en 1 windvlaag. En dan is het helemaal door de war. Onlangs is ze gepromoveerd van cabin attendant 1 naar cabin attendant 2. En dat betekent meer verantwoordelijkheid. Nou, ik ben nu CA2. Ik ben verantwoordelijk voor het achterste deel van de cabine. De purser is het over heel het vliegtuig. Dus ik kan natuurlijk altijd terugvallen op mijn collega's. Maar het deel is dat ik wel eigenlijk mijn eigen zaakjes oplos achter in de cabine. Goedemorgen. How are you? Fine, thanks and you? Well, thank you. Welcome. Hi. Hi. Ik ga hem dicht doen. Goed. Doei. Drukke vlucht, volle kist. Dus snel werken, service doen. En ja, ik ben wel bezig met kinderen, maar op deze vlucht kan ik niet echt activiteiten met ze doen, omdat we daar eigenlijk al geen tijd voor hebben. Dus, maar ik doe altijd mijn best om toch extra aandacht te geven. Straks volgen we piloot William naar de nieuwe bestemming Edinburgh. Oh jeetje joh, het is alles pers, staat een hele delegatie. Krijgt Gabin van de havendienst het druk met het parkeren van vliegtuigen? En zien we hoe het verder gaat met Chelsea op haar vlucht naar Genève. Het is toch aardig turbulent?
Dit is Bij ons aan boord, waar we 6 maanden meekijken over de schouders van mensen die in de luchtvaart werken. In Rotterdam verschijnen er meer skiers aan de incheckbalie bij Lars en Zenia. De mannen mogen thuis blijven. Juist. Gelijk heeft u. Als ik zo de windsport hier links en rechts dan voorbij zie komen, denk ik, ja, het kriebelt wel. Ik heb 10 jaar windsport gedaan, dus dan is het toch wel een kriebel dat je denkt, ja, ik wil toch eigenlijk wel terug naar dat gebied om te skiën en apreskiën met vrienden. Wil jij op windsport? Ja, ik ben... Heb je ooit wel eens op skis gestaan? Jij doet niet aan sporten. Ja, nou zeker. Dat is niet te zien aan je in ieder geval. Bedankt. Nee, ik heb 10 jaar gewintersport. Gewintersport? Gewintersport, ja. Dat is een nieuw woord in de vandalen. Toen ik nog jeugdig was. Jeugdig? 15 jaar geleden? Nou? Ik ken dat oude lichaam niet meer voor jou handelen, hoor. Ik zou het niet proberen als ik jou was. Zo fijn om met jou te werken. Nooit meer. Nooit meer. Ik hoop dat je 3 weken op vakantie gaat. Windsport. Oh, windsport. Als het gaat om mij en Lars, ben ik wel degene die de broek aan heeft in onze relatie. Nou, ik denk dat Zenia denkt dat ze de broek aan heeft en dat ze veel kan zeggen. Maar uiteindelijk kan ze niet heel veel zeggen. En moet ze gewoon eigenlijk doen wat ik haar voordraag. Als ik zeg Lars, ga zitten, dan dient hij ook te gaan zitten als ik dat gezegd heb. Hier moet ik het nog wel even over hebben met Zenia. Dan moeten we nog even een pauze voor inlassen. Hier ben ik. Ja, dank u wel. Waar gaat de reis naartoe? We gaan naar Innsbruck. Yes. Super handig ding. Speciale gelegenheid of gewoon? Nou, lekker skiën. Met z'n drietjes ook of een grote groep erbij? Nee, met z'n drietjes. Ja. Dat doen we altijd. Het is nu 15 jaar op rij. Ja. En ook, wat een leuk beetje traditie is het geworden dan. Ja, ja. Zeker. Mijn vrouw is thuis, die is aan het werk. Je houdt niet van alpine skiën. Ik vind de berg wat te hoog. Je houdt wel van langlaufen zo, maar niet van alpine skiën. En wij gaan nu daarom even denken, oh, dit is wel 5e jaar dat we naar Oostenrijk gaan. Het is zo'n routine. We gaan ook altijd naar dezelfde tent. Ja. We logeren altijd op dezelfde plek. Dus je kent de locals goed, dus dat maakt het ook ontzettend fijn. Jan is eerstejaars student. Ja, maar ik woon nog thuis. Sommige kinderen zijn al afgestudeerd en die gaan ook nog steeds altijd met hun ouders skiën. Omdat het inderdaad zo'n soort traditieding is. En goedkoper. En zo gezellig is ook. En ja. voor studenten hebben we natuurlijk weinig geld. Het is wel heel fijn om dat zo met z'n allen te doen. En we hebben dan ook zo'n relatief klein kamertje waar we met z'n drieën in zitten. En dan is het gewoon ja, net zoals vroeger. Heb je daar zin? Zijn. Ja? Geloof is tijd. Oh, inderdaad. We moeten boarden. Alles bij je? Ja hoor. Top. Lars en Zenia vertrekken naar de gate om de mensen straks te boarden voor hun vlucht naar Innsbruck. In Boven Karspel woont piloot William. Hij vertrekt naar Rotterdam voor een vlucht naar Edinburgh. Ik ben piloot sinds 1988. Toen ben ik begonnen met vliegen bij de luchtmacht. En ja, aansluitend ben ik doorgegaan. En ik zit nu alweer 25 jaar bij Transavia. Ik moet wel lachen altijd als de vraag gesteld wordt, wil jij altijd piloot worden? Want dat was helemaal niet het geval. Ik wilde altijd brandweerman worden. Mijn vader zat bij de vrijwillige brandweer. En ik ben op mijn 19e jaar, toen was mijn vader net overleden, heb ik zijn plaats bij het korps ingenomen. En vanaf dat moment zit ik bij de vrijwillige brandweer. Jongensdromen zijn meestal brandweerman of piloot worden. Ja, die heb ik eigenlijk alle twee waargemaakt. In het bemanningscentrum op de luchthaven ontmoet William zijn co-piloot voor de vlucht naar de nieuwe bestemming Edinburgh. Goedemiddag. Zeg, nou, de heer Kop. Ja. Of old people. Hey. Ik was... Jij was het? Vandaag uitgenodigd. Dus, uitgenodigd? Ja. Nou, dat hoor ik graag. Nou, Olivier, een nieuwe bestemming voor ons. Ja, eerste keer. Mooi. Allemaal speciale dingen. Dus we gaan het eens even bekijken wat dat dan wordt. Kijk nou. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. William. Hi. Olivier. Ik heb voor jullie een mooie corsage. Nou. Jullie mogen dragen de eerste. Je hebt hem zelf ook al wat goed. Zaken. Net een bruiloft. Dat, ja. Ook nog. Super. Ik ga hem opdoen. Ja. Dankjewel. Goed. Had je de route gezien? Oh, de nieuwe route is binnen. Want ja. We zouden eerst helemaal over Londen gaan. En nu hebben we ze toch een stuk iets noordelijker gefaald. Dat scheelt in ieder geval qua tijd. Dus dat is wel fijn. Het is ook voor mij de eerste keer dat ik op Edinburgh ga vliegen.
Want het is eigenlijk voor ons een nieuw vliegveld. Dat maakt niet uit voor wat betreft dat het een andere locatie is. Wij kijken naar de kaarten. Nou moeten we alleen nog het actuele plaatje. Dat gaan we zo direct zien op het moment dat wij daar landen. Nou, dan heb ik daar eigenlijk niks aan toe te voegen. Nou, prachtig. Dan gaan wij naar het vliegveld. Perfect. William is niet de enige in zijn gezin die in de luchtvaart werkt. Hij heeft het vliegersbloed aan zijn kinderen doorgegeven. Dat heeft geresulteerd dat mijn dochters, de oudste twee dochters op dit moment, beide in de luchtvaart zitten, alle twee als cabinelid. En mijn zoon die is bezig met de opleiding Aviation Management. Om daar ook te proberen om zijn pilootopleiding te halen. Ja, ik vind dat natuurlijk heel leuk. Het is leuk om te zien hoe dat gaat. Het is al diverse keren met verslagen en dergelijke heb ik hem kunnen helpen. Gaat hij hier zo wel open als deze er uit gaat weer? Ja. Zodat je die druk eraf kan halen? Ja, ik ben ontzettend gelukkig. Ik heb een heerlijk gezin. Ik heb een prachtige baan. Ik heb een prachtige hobby in de brandweer. Dus ja, ik heb een heleboel factoren die... Ik voel me gelukkig. De havendienst zorgt ervoor dat vliegtuigen veilig kunnen landen en parkeren. Clark en Gabin werken in duo. Clark werkt vandaag binnen en Gabin doet de buitendienst. Bravo 1 als eerste. Ja, klopt. Bravo 1, short final Charlie 1. Wij krijgen van tevoren van degene die binnen zit, krijgen wij door waar een vliegtuig moet komen te staan. Dan doen wij altijd een inspectie op de VOP, dus een vliegtuigopstelplaats. En dan kijken we dus of daar een vel ligt of asfalt wat los is, wat eventueel in de motoren gezogen kan worden of iets wat schade kan toebrengen aan een vliegtuig. En op het moment dat het vliegtuig dan de ramp, platform opdraait, dan doen wij marshallen. En marshallen is het aangeven aan de vlieger waar die naartoe moet. Een rechterbocht is deze beweging. Een linkerbocht is deze beweging. Dit is een stopteken. En dit teken is dat ze de rem erop kunnen zetten. En dan geven wij een duim terug. En op dat moment houden wij de bedjes naast ons lichaam. En daarmee laten we aan piloten zien dat er rondom het vliegtuig aan de voorkant beweging is. Dus de jongens van het platform die lopen dan naar het neuswiel om blokken neer te leggen. Dan geven wij het blokkenteken en dan weet hij dat de blokken erbij liggen. Het is spitsuur op de luchthaven. Er komen meerdere vliegtuigen tegelijk binnen. Gabin overlegt met een collega wie welk vliegtuig begeleidt. Het is hier best wel druk nu. Hier staat, daar wil je hem hebben? Ja, hier achter deze Learjet ga ik hem neerzetten. Dus ik haal hem zo meteen ertussendoor en dan zet ik hem hierachter. Als wij buiten werken, dan moet je altijd scherp zijn. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Wil je dat ik hem voorrijd naar jouw positie? Ja, doe jij maar voorrijden en dan waar ik dan nu sta, pak ik hem op. En dan doe ik hem lopend marshallen. Hij is zo geland, dan moet hij terug taxiën en dan begeleidt mijn collega zo meteen hier naartoe. Er staan verder helemaal geen beleidingen aangegeven op het beton. Dan is het het leuke om zo'n vliegtuig tussen andere vliegtuigen te manoeuvreren, ook omdat de ruimtes veel kleiner zijn. Dan moet je toch gaan kijken van nou, wat is de spanwijdte van het vliegtuig dat binnenkomt. Kan die op die positie staan die ik in gedachten heb? Haal ik dat met de andere vliegtuigen? Dat is dan wel weer het leuke om daar een vliegtuig te marshallen. En de piloot geeft dan volledig het vertrouwen aan jou. Maar de mensen die hier niet veel komen, ja, die zie je toch altijd wat rustiger taxiën. Die nemen wat meer de tijd, die weten niet exact waar ze moeten zijn, et cetera. Dus ja, en dan proberen wij ze gewoon altijd goed te begeleiden. De vlucht van Chelsea naar Genève is inmiddels vertrokken. Er is nogal wat turbulentie en dat maakt het werk er niet makkelijker op. Nou, het is toch aardig turbulent. Mocht ik het te heftig vinden, mag ik zelf altijd kiezen om ervoor te zitten. Omdat het toch gaat om veiligheid. Door de korte vlucht en turbulentie is er weinig ruimte voor Chelsea om met de kinderen te spelen. Maar toch pakt ze zo haar momenten. Verder nog iets? Nee. Wees een knuffel. Oh! Kan je lekker eten? Ja, wat ga jij eten? De M&M's en de chocomel. Ik heb hier de pinpas. Ja, natuurlijk.
Ik werkte hier voorheen op een kinderdagverblijf en ik hou echt van kinderen, ik ben dol op ze. Ja, ik vind het wel leuk dat ik nu met het vliegen, dat ik het allebei kan toepassen. Met kinderen werken en ja, vliegen vind ik gewoon echt heel leuk. Hi! Ben je er ook? Zag je niet eens? Wat is dat voor spel? Oh, een boterhammetje maken, wat lachen. Veel collega's vinden het leuk dat ik bezig ben met de kinderen. Sommige collega's hebben het er niks mee en die zeggen altijd, Chels, doe jij dat maar, doe maar. De mensen met wie ik werk, die ervaren het wel altijd naar mijn idee als leuk. Heb je een beetje zin in de vakantie? Ga je skiën of snowboarden? Allebei. Ja, joh. Maar waar ben je beter in? Skiën. Ik ook. Het servicerondje is nog maar net klaar als de landing naar Genève wordt ingezet. Hi, met Jens. Slide this arm and cross check and you are top. Oké, okay, doei. Tot de deal. Ja. En wat doet de krokodil? Happen. Kun jij ook een krokodil nadoen? Ja. Doe maar. Goed zo. En die? Oh, je gaat. Gaan we zwaaien? High five. Doei. Veel plezier. Doeg. Doei, doei. Nou, we zijn nu aan het uitstappen. We hebben een gate, dus we stappen alleen vooruit. Ja, het was super druk, dus ik ben heel veel bezig geweest met service en was turbulent. Dus ik heb niet echt iets kunnen doen met kinderen. Maar ondanks de korte vliegtijd is alles wel gegaan zoals het hoort te gaan. Mijn motto, dat is toch zo min mogelijk boze passagiers. Hebben wij een motto? Wat is ons motto? Liever één boze passagier op de grond dan 10 in de lucht. Hart voor weinig. En nooit zagrijnig. Heb ik eigenlijk een motto? Ja, dat is oost-west, luchtbest. Ik sta onder mijn collega's bekend als feeder, omdat ik elke vlucht eigenlijk wel wat te eten meeneem. Dus ik denk dat mijn motto wel is, prijs de heer, eet wat meer. Nee, ik heb niet echt een motto. Ik sta wel redelijk positief in het leven. En ja, misschien een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Wat wij als collega's wel eens onderling tegen elkaar zeggen, dat is tot op de route. Dus eigenlijk als we elkaar zien na een vlucht en je ziet andere collega's die een andere vlucht gaan doen, dan is het tot op de route. Ja, een dag niet gevlogen is een dag niet geleefd, zou ook kunnen. Maar ik vind mijn vrije tijd ook heel lekker, dus elke dag vliegen hoeft van mij ook niet. Hoi, hoi. Piloot William is op de luchthaven van Rotterdam. Vandaag is een speciale dag, want er wordt een nieuwe bestemming geïntroduceerd. Reden voor een klein cadeautje voor de passagiers. Goedendag, dames. We hebben vandaag de allereerste vlucht naar Edinburgh. Leuk, hè? Dat zit je binnen, onze dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom aan boord van deze Boeing 737-800. Mijn naam is William van Polen, ik ben de gezagvoerder. De bijzonderheden voor deze vlucht zijn op dit moment het weer. Eigenlijk het weer in de omgeving van Rotterdam. Wat stevige buien, zelfs met hagel en wat regen, hagel en windstoten. Daarom wordt er nu nog eventjes naar onze vleugels gekeken of die niet na de laatste hagelbui te veel ijs hebben opgebouwd. En dan gaan wij daarna aan de vlucht naar Edinburgh beginnen. Straks doet Gaben het laatste rondje controle over de landingsbaan. En worden William en zijn crew op Schotse wijze onthaald in Edinburgh. Zo mooi en zo'n ontzettend hartelijk welkom. Dit is Bij ons aan boord, waar we 6 maanden meekijken over de schouders van mensen die in de luchtvaart werken. Bij de gate van de vlucht naar Innsbruck staan Lars en Zenia om de passagiers te boren. Transavia vlucht AV6923 met bestemming Innsbruck is nu gereed om in te stappen via gate nummer 9. Wij mogen niet meer aan de telefoons komen, omdat in het verleden is het wel eens geweest dat een van onze collega's, die had een telefoon in haar hand, maar die deed hem scannen en die liet ze per ongeluk vallen. De gemiddelde telefoon tegenwoordig is natuurlijk hartstikke duur. Terwijl het glas breekt of er is iets met de telefoon, zijn wij verantwoordelijk uiteindelijk. Dus de procedure is, passagiers met een mobiele boardingpas mogen deze zelf scannen. We houden wel in de gaten of ze dat goed doen natuurlijk. En de papieren boardingpas doen wij nog steeds zelf, omdat wij ze wel controleren op dat gebied. Ja.
Officieel hoefden we nu pas te beginnen. Lekker, joh. Hebben wij echt geluk dat wij iedereen in één keer hebben, hè? Want ja, ja, ja. Missen. Nogal stonden we hier tot Sint-Jutemus. Ja, dan had je lang moeten wachten. Ja. Nou, we hebben er nu 10 minuten over gedaan. We hebben heel veel al zaken kunnen doen qua handbagage van tevoren aan het check-in. Dus in de gate loopt het dan eigenlijk wel wat soepeler. Mensen hadden zelf hun instapkaart, dus dan gaat het meestal wat sneller. En nu was de crew, de bemanning was al vroeg aan boord en die wou dus ook al vroeg beginnen. Nou, dat helpt ons heel, heel erg. Dus dan kunnen ze eerder beginnen aan hun reis en dan zijn ze ook sneller op hun bestemming. Bij de havendienst op de luchthaven van Rotterdam heeft Gaben het nog steeds druk met vliegtuigen naar hun parkeerplek te begeleiden. 10 mijl, 10 mijl, tweede flyer, Bravo 2. Ja, de Bravo 2, 10 mijl. En daarna de heli, hè? Ja, volgens mij ergens boven de stad ook. Oké, dus zou ik nog goed kunnen dat het tegelijk komt. Check die harde wel. Check! Nou, nu is het wel fijn dat we met twee voertuigen buiten rijden. Nou, ik ga goed contact met mijn collega en dan kan je afspreken wie wat doet. Maar stel dat je in je eentje bent, buiten, dan heb je communicatie met de toren en dan geef je gewoon aan van toren, wilt u het ene toestel eventjes laten wachten? Ja, als jij de heli opvangt, dan zet ik vliegtuig in. Nou, dit is wat ik net al voorspelde. Ze zitten redelijk op elkaar. We rijden nu met z'n tweeën buiten. Dus mijn collega die gaf net aan, nou, dan zet ik de helikopter neer. En dan zijn wij er voor dit vliegtuig. Nou, daar komt de helikopter die mijn collega gaat parkeren. Nou, als een helikopter binnenkomt, is dat eigenlijk vrijwel hetzelfde als een vliegtuig. Alleen dit was een helikopter zonder wielen. Dus op het moment dat de helikopter de baan verlaat, blijft hij hoeveren boven de taxibaan. En dan gaat hij naar zijn parkeerpositie. En check voor de combi 2. Het mooiste aan vliegen voor mij is dat je elke dag is anders. Wat je ziet op een dag, dat is het allermooiste. Je ziet de meest mooie dingen qua bewolking, qua de wereld van bovenaf bekijken. Het samenwerken met collega's die je of wat beter kent of misschien nog nooit hebt gezien. Het is gewoon zo afwisselend, het is geweldig aan vliegen. Vliegen? Ja, we vliegen niet. Ja, alleen op vakantie vliegen wij. Ik ben zelf echt wel een beetje een vliegtuigfan, zeg maar. En ik vind die kick vooral van het opstijgen, dat blijft echt iedere dag toch wel weer... vind ik echt heel vet. Ik wilde gaan vliegen omdat ik veel op reis ging. En ik zag die meiden daar staan in uniform. En toen dacht ik, nou, ja, dit wil ik ook. De kick is vooral hoe krachtig zo'n vliegtuig is. Dat vind ik echt wel heel gaaf. Dat blijft toch een beetje, iedere keer weer opnieuw denk ik altijd van, oh, we gaan echt hard. En vind ik heel gaaf. Als ik mijn pakje aantrek, dan ben ik gewoon helemaal gelukkig. Ik vind alles mooi aan het uniform. En ja, ik word gewoon helemaal happy ervan. Er zijn eigenlijk zo ontzettend veel facetten aan dat vliegen. De operationele kant, om te zorgen dat je op tijd bent, dat je de mensen op tijd op hun bestemming kunt brengen en dergelijke. Er hangt zoveel aan vast aan dat vak van vliegen. Ja, geen dag is hetzelfde. Dat maakt dat gewoon heel erg leuk. Het zijn nog steeds vliegtuigen, het is nog steeds luchtvaart. Dus het is alleen dat wij met beide benen op de grond staan. Ja. En iemand anders staat met beide benen in de lucht. Dat vragen ook heel veel mensen. Die zeggen, ja, maar je doet toch eigenlijk gewoon precies hetzelfde elke dag qua... werk. Nee, dat ligt eraan. Als ik met jou werk, doe ik alles. En anders hoef ik maar de helft te doen. Piloot William brengt de passagiers naar Edinburgh. En ook al is het voor hem een nieuwe route, hij weet overal iets over te vertellen. Dames en heren, vanuit de cockpit. We zijn uiteindelijk alweer 34 minuten onderweg. En u ziet heel mooi de kustlijn van Groot-Brittannië aan de linkerzijde op de komende dagen. Nieuwe bestemming, ik niet de... eerste contacten die er met Schotland zijn, contacten tussen Schotland en Nederland zelf lopen al honderden jaren terug. Ik mag heel graag vertellen aan de passagiers wat ze zien, wat ze kunnen zien als ze dat willen zien. Over het algemeen toch wel een uitgebreid praatje. Nou ja, dat heeft me al een keertje een groot artikel in de Telegraaf opgeleverd. Want die verslaggever die was eigenlijk vermoeid aan het eind van de vlucht. Hij was moe van het feit dat hij en dan weer links moest kijken, dan weer rechts moest kijken. En dat was echt zo'n twee kolommen vol.
We hebben nu nog een minuut of vijf voordat wij beginnen met de daling richting Edinburgh. Ja, dan is het een klein beetje afwachten wat de Schotse mensen zo direct voor ons uitgestald hebben. Ik ben erg benieuwd. We gaan daar in ieder geval, is ons verteld, officieel een lint doorknippen. En ja, ik heb gelukkig door de jaren heen leren speechen voor een heleboel mensen. En dat betekent ook dat ik een gepaste spanning op dit moment voel. Ja, ik ben er niet bang voor en ik weet wat ik wil zeggen. Dus dat ga ik straks doen. Even kijken, nou, dan komt de top of descent nu heel dichtbij, 8 mijl. En wij mogen al dalen van de verkeersleiding. Ja, ik ben zeker wel langs mijn hand de oude rot in het vak. Ja, dat heeft voordelen. Dat heeft absoluut voordelen, omdat ja, je hebt een stuk kennis. Je hebt al heel veel dingen gezien en ik hoop dat ik het nog een hele tijd kan doen. We hebben wel natuurlijk te maken met de wetgeving en de cao's en dergelijke. Dus dat betekent dat met 58 jaar moeten wij eigenlijk stoppen. Oh jeetje joh, het is alles pers en staat een hele delegatie staat er, zeg maar. Dus ik zit al echt aan het einde van mijn carrière, van mijn loopbaan. Nou, ik vind dat wel heel vervelend, want ja, je voelt je fit genoeg om door te gaan. Dus daar zit eigenlijk wel een stukje, ja, geen onvrede, maar wel een gevoel van jammer dat je niet langer door kan gaan. Cabin crew, disarm slides. Dit vind ik mooi, zeg. Dit is prachtig. Dit is mooi. Dit is een prachtig onthaal zo. Wat een onthaal, hè? Nou, prachtig, mooi. Ja, ik vind dit geweldig. Ik vind de reacties van de passagiers vind ik prachtig. Ik vind de muziek met de doedelzakspelers. Het is echt ja, zo mooi. Zo'n ontzettend hartelijk welkom. Geweldig. Tot ziens ook. Ladies and gentlemen, Scotland and the Netherlands and the city of Edinburgh and the southwestern part of the Netherlands in particular have a long history in trading and exchanging a variety of knowledge. I may say that we hope to extend and continue this history of trading. I'll get back. In Rotterdam is de avond gevallen. Gaben en Clark van de havendienst zijn nog altijd bezig om alles in goede banen te leiden. Als het donker wordt, wordt het altijd gevaarlijker. Het zicht naar buiten, als we naar buiten kijken, dan kan het wel zo zijn dat we minder snel zicht hebben op collega's. Waar bevinden ze zich? Eventueel hulpdiensten als ze aanwezig zijn. We kunnen vanuit binnenuit, omdat we al wat hoger zitten, kunnen we niet direct iets constateren in het veld. Want ja, het wordt donker, je gaat zicht verliezen, zeg maar. Als je nu naar de zijkanten kijkt, dan is het veel donkerder. Kom je door? Torre, kom je heen? Een van de voorgaande kistjes melden bij sector 4 de intersectie een lampje kapot. Ik weet niet precies waar. Ja, Torre, ik ga eventjes kijken voor de kom je heen. Nou, de toren meldt nu aan mij dat een van de vliegers die net is vertrokken, dat er een lampje kapot is op Victor 4. Victor 4 is een intersectie, dus waar ze de baan op kunnen draaien. Dan gaan we eens even kijken of dat klopt. Nou, dat is gewoon allemaal prima. Havriend, kom je heen? Kom je heen. Ja, Clark, even voor mij, als je Victor 4 oprijdt, die runway guard lights die doen het gewoon. En die andere, ja, die staan uit, maar die staan altijd uit. Ja, dat is correct. Het is een intersectie die niet verlicht is en buiten UDP niet gebruikt mag worden, theoretisch gezien. In principe mag die intersectie alleen gebruikt worden overdag. En niet 's avonds, juist omdat er geen verlichting is. Dus dat is gewoon een miscommunicatie geweest. Toren, de combi 1 op Victor 6 voor een baancontrole 2-4. Combi 1, Victor 6, baan 2-4 afrijden, toegestaan. Victor 6, baan 2-4 afrijden is toegestaan voor de combi 1. Staat erbij. Nu kijken we dus of bijvoorbeeld alle lampen doen. Nou, je ziet nu aan de rechterkant dat daar de derde lamp van rechts, dat die niet helemaal goed functioneert. Kijk, en hier ook in het midden, zie je? Die doet het niet. Havendienst, combi 1. Combi 1. Ja, Clark, vanaf de 2-4 kant, display threshold. Derde lampje aan de rechterkant is in-op. En ik heb ook
van de Papi 24. Met een baancontrole bij daglicht doen ze dan natuurlijk de lampen ook aan. Alleen de lampen komen natuurlijk in het donker veel meer naar voren toe. Maar als je natuurlijk s'avonds over de baan heen rijdt, dan zie je de lampen zie je goed. Maar wat er naast de baan zit, zie je dan niet goed. We hebben hier een zoeklicht. En met dat zoeklicht kunnen we alle kanten op. En dan kunnen we bijvoorbeeld ook verschillende gedeeltes in het gras kunnen we daarmee belichten. En zo kunnen wij kijken of er aan de rand van de baan of daar vogels zijn die het verkeer in gevaar kunnen brengen. Toren, de combi 1 is vrij van de baan, dank u wel. Als dan het laatste vliegtuig geland en geparkeerd is, zit de dienst voor vandaag erop. Oké, dat is mooi. 6 maanden lang kijken we mee over de schouders van de mensen die in de luchtvaart werken. Met volgende week... De huisgenoten Chantal, Joey en Lisa vliegen alle drie naar Alicante. We kennen elkaar ondertussen mega goed. We delen veel te veel met elkaar. Ja. Nee, mijn airportpas! Piloot William moet uitwijken in verband met het weer. Nu willen we graag zo snel mogelijk overleggen met operations... zodat we toch zo snel mogelijk deze mensen naar Sevilla kunnen brengen. En we volgen dispatcher Tim op de luchthaven in Rotterdam. We hebben lichte tijdsdruk. We hebben dat meegekregen, 80 in 2, rest in 3. Niet boven de rode lijnen, we hebben geen specials voor de rest van de dag. Ja.